Wat is de ontwikkelingsstatus van Suriname ten opzichte van de rest van de wereld? Dat is een hele ruime vraag. Wat is de ontwikkelingsstatus van Suriname ten opzichte van de rest van de wereld? Ik ken de cijfers niet uit het hoofd. Maar volgens mij op de Human Development Index zijn we een middenmotor. Op de Doing Business Index staan we op de 162e plaats van de 191 landen of zo. Op de Global Competitiveness Index staan we ook op de 170 zoveel plaats, ook helemaal onderaan. Als je gaat kijken naar de bedreigingen die we hebben, toch? Als het gaat om klimaatverandering en in hoeverre we ons daarvoor geren, dan doen we nog veel te weinig daarop. Als je kijkt naar inkomensongelijkheid, we're doing pretty poor. We doen het niet geweldig. En zeker als je afzet de inkomsten die we hebben gehad uit onze natuurlijke hulpbronnen. En het persisteren van al deze problemen, ondanks het feit dat we dus een relatief kleine bevolking hebben. Is het eigenlijk niet eens zozeer van hoe goed doen we het ten opzichte van de rest. Van onszelf. Maar waar zijn we nu en waar hadden we eigenlijk potentieel kunnen zijn? Wat hebben we verkwanseld, toch? Wat is onze effectiveness geweest? En dat is gewoon piss poor. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.